zomer Efteling. Hey! Ik ben een kind. Nou, we kijken of we zo nog getrouwd zijn. Gisteren mag het heel mijn keel slaat dicht. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en wij gaan... Of nee, vrijdag, sorry. Het is vandaag vrijdag. En wij gaan naar... Toverland. Ja! Ik ga even snel alle spullen pakken, want ik wil op tijd gaan rijden. Toverland! Let's go! We zijn binnen. Dat is de shampoo. Ik denk het, ja. We zijn binnen. Ik ken alleen het hele park niet, dus ik moet eventjes gaan denken waar we heen moeten. Zullen we even rustig op de app kijken waar we heen kunnen, Lia? Kijk, er liggen al allemaal pompoenen. Hey, kijk hier! Oh, ik wil die hebben. Ja, mag dat zou wel. Mama? Nee. Ik wil niet weten hoeveel het kost. Ga je hem eruit trekken? Nee. Nee, niet. Het is wel weer echt top aan studiedagen, dat we dus gewoon helemaal alleen zitten. En we hebben heel erg geluk met het weer, Lia. Ja. Hi, mama. Ik ga proberen zoveel mogelijk te vloggen. Het is dus niet heel druk, maar het is toch een klein angstje of zo om te overwinnen. We zitten nu alleen in een boot, dus kijk, eentjes. We kunnen niet hier zo. Qua, qua. Zullen we omwisselen? Wat is dat wit? Ik weet niet. Dit is van de... Ruik je dat? Ik ben bij je. Kijk eens, allemaal boeken. Ik had het niet verwacht. Ik dacht het is gewoon een heel saai boombrugje. Kijk daar, recht vooruit. Ja, ik zie het wel. Het is zo leuk, want ik ken dit park niet. Dus dit soort dingen zijn er toch. Kijk eens, zeemermin. Zei dus tegen Lia dat ze er gewoon in moest gaan en dat het niet eng was. Ondertussen vond ik het zelf doodeng. Zullen we morgen daar erin? Wil je er straks nog een keer in? Ik wil morgen zo in de rode. Ja, nou dat kunnen we eventjes kijken. Maar en kan... dan in de blauwe en dan weer in de groene. Oké. Okay. We gaan nu eerst even, want we hebben nog heel veel te bekijken, oké? Okay? Ik ga nu, volgens mij zitten daar een indoor gedeelte. Dan gaan we nu even daarheen, oké? Okay? Oké. Okay. Afgesproken? Ja. Ik vind jou heel stoer. Ik ging heel hard. Dingen van Halloween hangen er al. Knap hoor. Ik dwing Lia nu gewoon om in de boomstamattractie te gaan. Ik koop erom met een ijsje. Ik wil even dat ze over angst heen gaan. Het ergste vindt ze nat worden, dus ik gooi mijn jas over de heen en dan komt het helemaal goed. Oh, kijk eens. Wauw. Het is echt een heel mooi aangelegd park. Ik ga met Lia in de boomstamattractie. Heel hoog. Zie je dat? Wordt vast.
tegelijkertijd van de leeftijd. Dan ben ik zelf zijknat geworden met mijn gestelde haar. Dat is zo cool. Ik heb ook geen steltang meegenomen. Niet dat ik daar niemand aan heb natuurlijk. Maar... halen, twee betalen. Nou, doe maar een wens. Ik wens een miljoen euro. Nou, dan moet het wel uitkomen, hè? Hey. Ik wou gewoon een karamel latte, maar blijkbaar kan ik alleen dit. Maar dat is heel lekker. Mooie foto gemaakt, alleen je moet dus best hoog kijken. En Lia kijkt natuurlijk altijd in het scherm, dus maar goed, we hebben ze. Oké, we gaan nog even naar het binnengedeelte en dan gaan we denk ik weg, want we hebben alles al gezien. Het is de voordeel dat het zo rustig is, maar dan ben je overal zo doorheen. Nou, dapper hoor. Spreek de spreuk uit, zag je dat? Simsalabim. Simbambabim. Bami salami. Bami salami. Bami salami. Oké, nou, let's go. Je moet op die lampjes mikken. Doe maar op die. En dan moet je op dat kleine zwarte knopje drukken, die. Wat deed jij? Wow, is die? Kun je buiten ook nog wat toveren? Dit is de. Kijk, daar zit nog zo'n lampje. Daar kan je op het richten. Ja, op het lampje richten. Toch nog even snel een update hoor. Maar ik denk dat de achtbaan weer voorbij komt. Het ziet er echt uit alsof ik 5 regenbuien heb meegemaakt. Maar het is echt zweten, regen, zweten, regen. Dus ik had mijn haar niet moeten stijlen. Kijk, het is niet. Lia is nu even lekker aan het spelen en ik denk dat ik daarna gewoon langzaam een beetje hotelwaarts ga. Gaat de achtbaan weer? In ieder geval, ik ga er nog even proberen mee te krijgen in die achtbaan. Ik denk dat ze het stiekem wel leuk vinden. Ik probeer er een beetje over de angst heen te zetten. En ik dus ook om te vloggen in het openbaar. Ik heb altijd een beetje het idee dat het niet zo goed is qua beeld, maar... Ik hoop sowieso dat jullie me verstaan, anders hebben jullie nu ondertiteling gehad. Ik kan nog wat zeggen. Oh ja, ik vind het een leuk park, alleen doe mij maar Efteling. Lia gaat in de achtbaan, mama vindt er heel stoer. Het is alleen maar die hoog en dat is het. Let's go, stoere meid. Vond je het leuk? Nee. Vond je het leuk in de achtbaan? Nee. Nee, wil je niet nog een keer? Nee, wel. Oké, we waren al bij de uitgang. Maar ik wou voor Lia van die glitterschoentjes kopen. Maar ik dacht eerst, ik wacht even of er niet wat leukers komt. Nou, bij de ingang hebben ze zo'n algemene shop. Dat waren ze niet. Ik dus helemaal teruggelopen naar de andere kant van het park. Is die winkel om 3:30 al dicht gegaan. Dus ik loop nu nog even een route om te kijken of ik daar hem tegen kan komen, maar ik ben er bang voor. Dat is een houten achtbaan. Daar mag je nog niet in, schat. Maar je was wel heel stoer in de achtbaan, hè? Nou, we gaan even hier kijken. Maar dit is de Troy Shop, dus ik denk het niet, maar goed. Zo even naar de hotel en dan... Before and after. We gaan naar het hotel. Trots op jou. En op mezelf. 13.000 stapjes, dus. Mama. Yes.
Het ziet er iets meer sketchy uit dan groter, maar goed. Let's go! Hoezo? Nou, toch gewoon een andere. Is toch een goede kussen? Dit vind ik een klein beetje jammer dat we op de benedenverdieping zitten. Want dat vind ik toch een beetje spannend. Ik doe de hoog zitten. Ja, als we één verdiepingje hoger zaten, dat vond mama wat minder spannend. Ik ga op het bed. Ga jij maar op het bed klimmen? Goed, hebben we hier het toilet. En dit is denk ik de douche. Oh, ja. En de douche. Nou. Waar is het toilet? Daar. Oh, hier. Goed, hè? Oeh, stinken toilet. Nee, joh. Het is toch helemaal schoon? Als je poept wel. Ja, ik ga zo even poepen. De wc aan het zetten. Ja, ik ga even kijken hoe dat allemaal werkt. Ontspannen. Mag ik op het bed springen? Tuurlijk, als je maar in het midden springt, hè, dat weet je. Ja. Je moet je ogen dicht doen als je erop smeert. Eén oog dicht. Hoe leuk zouden jullie het vinden als ik een keer een video maak dat Lia mijn make-up doet? Ik doe vast mijn schoenen aan, ja? Ja, ik ga vast nog even mijn make-up. Lia. Ja. Hey, mama. Hier gewoon nog zo'n speelhoekje. Dat is bijzonder bij een McDonald's. Nou, de romantische die nu even terug. Mag ik? Wat? Oké, wij zijn nog 3 keer op en neer naar de McDonald's gereden omdat ik mijn mobiel kwijt was. Mag ik mijn nagellak? Ja, tuurlijk mag jij je nagels lakken. En hij lag gewoon in mijn deskkartje. En iedereen was aan het helpen, aan het zoeken. Kijk, ik had een man, die heeft me gebeld. En iedereen in de McDonald's was voor me aan het zoeken. En iedereen vond het zo erg voor me. Oh nee, dat ga ik niet laten zien. Dan zie je zijn nummer. Dus ik heb hem net even een bericht gestuurd van ik heb hem. Ah! Ik ben echt een muts. Ik loop eerst al de McDonald's uit met Lia zonder dat Lia de schoenen aan heeft. Van Bertje heel even zit een beetje door en niet goed. Wij gaan hier even tutten, hè? Goh, en jij was heel lief, hè, voor mama. Ja, ik wil de tweede op de roze en dan weer paard. Om en om? Ja. Oké. Kijk, ik ben er nu naar in. Kijk mijn mama. Wauw. Waar is Lia nou? Hier ben ik. Oh, gelukkig. Nee, één paard. Ja, één, om en om toch, zei je net? Ik zet er maar één. Oh, ik dacht om en om. Dus paars, roze, paars, roze, paars, roze. Tadaa. Ik vind het heel mooi, schat. Dankjewel, schatje. Kijk, zal ik nog een keer laten zien? Ik ga dat ook doen. Mama, kun jij mijn gezicht schoonmaken dan? Ja. Doe maar op mijn gezicht. Oh. Ik wil dit doen. Ja, probeer maar. Blazen. Wacht even. Zo, ja. En dan gewoon tegen je mond aan. En naar wand, hè? Ja, blazen. Daar, blaas. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Ik weet het. Ik ga het eerst op je deze. Hé! Hey, ik ben een kind! Zo, oh, we zitten toch een beetje. Zo, mooi! Oké, gaan we een maskertje opdoen. En zo, ik zit op het bed. Is goed, schatje. Ik doe mijn zak uit.
goed hoor, liefie. We zitten ook wat we moeten doen. Wat? Zo'n peel-off maskertje, maar het blijft overal aan plakken. Even wachten tot op. Ja, het gaat straks trekken, schat. Girls night. Ja, even tillen. Mijn man heeft wel een beetje de handjes vol. Goedemorgen, mijn lens brak net. Dus daar zit ik mooi mee. Mijn haar is nog steeds ontploffing. Dus ik heb maar babyolie, want ik heb helemaal niks meegenomen. Dat is helemaal niet handig als je haar stelt en je hebt geen stelhaar. We hebben onze eerste ochtendruzie al gehad, hè, met z'n twee. Nee. Ja. Maar we hebben het ook weer goed gemaakt, hè? We hebben sorry gezegd. En we hebben geknuffeld, toch Lia? En toen ging ik wat zeggen. Ja, precies. En nu gaan we naar het ontbijt. Die kant op of die kant op? Die kant op. Ja, nee. Ruik je al eten? Nee. Nou, loop maar door dan. Het is gewoon in een Laplace. Gaan we lekker ontbijten. Dit is een klein gedeelte van de Laplace waar je dus je eten kan pakken. Maar voor Lia is het een beetje moeilijk. Dus ik pak even een kwart van haar. Ik wil lachen. Dat is een heel leuk speelgoedje. Lekker? Is lekker? Alles weer ingepakt? Ja. Dankjewel kamer voor het verblijf. Dankjewel voor het verblijf. Nou, huiswaarts. Joe. Waar is ze? Enthousiast, hè? Kijk, huilen. Laat eens zien. Mooi, zeg. Oh, lief voor jouw zus, hè? Een paar uur verder, weer een beetje opgefrist. En we gaan naar het boskabouter. En ik heb heel lief bloemetjes gekregen van mijn vent. Omdat ik ongesteld ben. Ik heen niet te genieten. Dat zei hij niet, ik wel. We gaan even lekker pannenkoekjes eten. Zou ze het leuk vinden. Ze wil de auto weglopen zingen. Nou ja. Schreeuwen. Zingend schreeuwen. Maar goed. Ik denk in ieder geval dat ze er zin in hebben. Het is alleen heel druk. Zo druk hebben we het nog nooit gezien. Maar volgens mij gaan we ook nooit op zaterdag. Gaan we altijd op zondag. Maar goed. Nee. Nee, kom. Handje. Lekker spelen. Kom. Kijk, Noah. Ik ben een keer voor de hamkaas gegaan. We doen bij hun altijd maar delen, want ze vergeten het nooit. Nee, smakelijk. Eet smakelijk, liefje. Zijn papa met... Hij gaat melken. Ja, dat kan. Jij kan eens met snel bij zijn. Maar hij moet wel een bakje doen. Moet ik helpen? Hij gaat het denk ik door van ons. Kijk maar, ze denken gewoon dat we eten hebben. Zie je? Gaan ze likken? Ik wil ze ei, maar ik doe geen schrikken. Nee, je mag ze wel aaien. Je moet gewoon altijd... Ik ga schrikken. Niet rennen, niet rennen. Ik ga niet rennen. Nee, maar kijk, als je gewoon je hand plat, altijd plat houdt. Als je naar ze toe gaat, kijk zo, dan is er niks aan de hand. Hoeft ook niet. Het hoeft niet. Je wou het zelf, schatje. Daarom leg ik het je uit. Komen weer mensen aan, doe maar weer open. We gaan eerst naar huis rijden. Daar is ze. Daar is ze. Dankjewel, zeg. Je moet ze voor betaald krijgen. Ja, nee, dat ik... school niks wordt. Goed zo, we doen maar weer dicht. Oh ja, komen weer mensen, doe maar weer open. Oh nee, toch niet, doe maar dicht. We gaan eindelijk het Monopoly-spel spelen van Lelystad. We hebben het al heel lang. Ik heb het ook nog nooit zo netjes neergezet allemaal. Ik ben het poesje, want ik ben een poesje.
Tim gooit een lamp op ons kind. Nee. Dankjewel. Bloedneus, jongen. En papa gooit een lamp op mij. Dus ik kijk zo naar Tim van. Sorry, dat is pijnig. Ja. Klein ongelukje, maar dat kwam er niet meer in. Hoor. Nee, dat kwam niet meer in. Ik wil mama, papa, gooit een lamp op mij. Nou, we kijken of we zo nog getrouwd zijn. Wij zijn helemaal trots op onze drie pluimpjes. Kijk dit. Hopelijk over een paar jaar hebben we ook zulke mooie pluimpjes. Ik ben in ieder geval weer bij de sportschool. Ik heb niet gevlogd omdat mijn stem dus weg is. Het lijkt wel alsof ik mezelf helemaal goed heb ingepalmd om Toverland goed te gaan overbruggen. Want gisternacht heel mijn keel slaat dicht. Dus ik ga straks maar weer gewoon dat Sali. Hoe heet het speel nou? Wel Sali. Nee, het was wat anders. Nou, ik weet het eventjes niet. Maar ik ga nu wel even sporten. Want daar heb ik wel behoefte aan. Goed. Tot zo! Oké, lieve mensen. Zoals je misschien ziet is het ondertussen alweer een bekant donker. Ik was mijn camera in de auto vergeten en ik wist niet waar die was en ik had ook gewoon even geen zin. Dus het is ondertussen alweer avond, pizza besteld. Dus morgen weer even dieetjes pakken, want het ging goed. Maar ik heb gewoon, als ik eenmaal een cheat meal doe, dan kan ik het allemaal weer niet volhouden. Dus ik zei al tegen Tim van, ik kan beter eens in de twee weken een cheat meal doen. Want de kans dat ik de dag daarna nog steeds aan het cheat mailen ben, dat is vrij groot. Dus als ik dat elke week ga doen, dan komen we natuurlijk geen stap verder. Dus morgen gaan we lekker weer de draad oppakken. En dan moet het allemaal wel weer goed komen. Ik ga nu even Lea naar bed brengen. En dan ga ik beginnen aan de edit. Dus ik denk dat ik hem zo afsluit. Maar iemand vroeg nog een update over mijn moeder. Want ik had Tim's vader een update gegeven. Dus dat ga ik nog even doen. Ik wil zeggen, heb ze er nog? Nee. Ja, maar ik denk dat die namelijk allemaal van vorige week zijn. Ik had trouwens gisteren gewonnen met Monopoly. Nee. Wat nee? Ik had gewonnen, toch? Nee. Oké, lieve mensen. Ik heb jullie even op mijn sticky zitten. Ik denk dat het misschien iets beter beeld geeft. Maar de meiden liggen nu op bed, dus ik ga nu de beelden even inladen. Maar ik had dus iemand die vroeg naar me... moeder, ook mijn zus. Want ik had vorige keer natuurlijk de update gegeven over Tim's vader. Maar eigenlijk niet echt over mijn moeder. Maar mijn moeder is eigenlijk... Ja, ik weet niet of dat officieel al schoon heet. Maar ja, ze hebben eigenlijk de hele tumor zo goed als verwijderd. Zover ik weet. Dus hoeft ze alleen nog maar onder controle te blijven. Dus daar gaat eigenlijk hartstikke goed mee. Ze moet alleen gewoon ja, leren... ademen met een, niet een kwart, denk 1/8, minder long. Dus ja, daar loopt ze nog wel tegenaan en dat ze natuurlijk nog heel erg vermoeid is. En het is gewoon een hele flinke ingreep geweest en de arts was iets te, hoe zeg je dat? Ik kom even niet op dat woord, maar dat hij iets te, nou, alsof het... ze heel snel weer alles zou kunnen en dat ze weer heel snel op de been was, terwijl er staat toch wel best wel lang revalideren voor. Vooral omdat je gewoon en opnieuw moet leren ademen en je bent echt lang onder narcose geweest en ja, ze is natuurlijk ook al op leeftijd. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen waardoor het herstel gewoon wat langer duurt. Maar ze doet het echt fantastisch goed en ik ben heel trots op haar en ik ben heel dankbaar dat we er zo vroeg bij waren, echt. Toen ben ik gewoon elke dag nog zo dankbaar voor. Dat had gewoon zo anders kunnen aflopen als ze niet meteen was doorverwezen. En ja, hoe snel zij alweer uit die molen is en hoe lang we dus met Tim zijn vader in die molen zitten. Ja, daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn dat we dat niet ook bij mijn moeder nog allemaal hadden moeten doorlopen. En mijn zus, ja, die mist de hond. Gaat ook alweer goed. Die heeft ook gewoon dingetjes, maar het leven gaat ook gewoon door. En er gebeuren dingen en ja, daar moet je mee leren omgaan. Dus ja, daar wil ik verder niet te veel op ingaan. Dat is ook een beetje privé voor
mijn zus misschien. Dus, maar het gaat gewoon naar omstandigheden. Het gaat gewoon goed met haar. En mijn zus is gewoon heel goed in praten en hulp zoeken. En dat heeft ze in de jaren wel geleerd. Dus dat doet ze ook. Dus daar ben ik ook alleen maar trots op. En voor de rest... ja, niet verder echt een update. Voor de rest is het veel wachten nu met Tim zijn vader. En mijn moeder is gewoon onder controle. Dus heel erg fijn is dat. Ik heb mijn keel speelt weer helemaal op. Dus ik ga zo weer even water koken. Want ik sla weer helemaal dicht. Maar ja, ik was misschien ook wel iets te enthousiast natuurlijk met Toverland. En ik heb daar lopen schreeuwen en weet ik veel wat allemaal. En ik had vandaag eigenlijk ook echt geen stem. En nu merk ik dat ik 3,5 minuten aan het praten ben. En dat hij dus alweer aan het wegzakken is. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar helpen jullie mij enorm mee. Ja, we groeien langzaam en gestaag. En daar ben ik echt ook heel erg dankbaar voor. Ik ben heel erg dankbaar voor mijn vaste kijkers. Ik vind het echt heel erg leuk. En ja, ik hoop alleen maar dat we er meer kijkers bij gaan krijgen. En ja, dus doe even dat duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter. Daar helpen jullie mij ook enorm mee. Jullie weten niet hoeveel dat helpt als jullie reacties en duimpjes achterlaten. Dat help je mijn video's in ieder geval enorm mee. Doei lieve mensen!